Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ja, ik ben nu in de auto onderweg in Amsterdam. Ik kom van Stan af. Gisteravond hebben we lekker bij hem gegeten. Maar ik ga nu weer naar werk. En ik sta of course in de file. That's what I hate. But ik kan er niks aan doen. Het is gewoon ziek. Normaal doe ik er, zeg maar, als er geen file is, ongeveer 40 minuutjes over. En nu gewoon dik een uur. Mijn oog is echt ziek ontstoken. Het doet niet echt heel veel pijn, maar het is helemaal rood en dik. Dus dat is wel kut. Ik heb een lekker bakje Pleur, maar die heb ik helaas al op. Wie is er nog meer team drink mijn koffie in de auto? Dat ben ik echt. Ik heb echt geen zin om thuis te zitten en te wachten om een kopje koffie op te drinken. Ik neem me gewoon lekker mee in de auto, want ik zit er toch een uur in. Zo, ja, ik sta hier nu gewoon vast. En vannacht heeft het ziek gestormd. Ik werd wakker om 6 uur of zo. En toen was het echt flitsen, donder, regen. Nou, niet normaal. En nu is het, lijkt het weer helemaal soort opgeklaard. Dus best wel ziek. Ik ga even een ochtendje werken. Daarna ga ik even sporten met Maggie. En daarna ga ik naar de Hoxton, denk ik, even werken nog. Edit of zo. En vanavond ga ik helemaal niks doen. Nou guys, ik ben terug van kantoor. Ik heb daarna even gesport. Lekker gedoucht en chillpokje aan. En het regent echt fucking hard nu opeens. Echt ziek. Maar het is bijna etenstijd. Ik ga even zo een wasje draaien. Ik ga even lekker eten maken. En ik heb, oh ja, er is een pakketje binnengekomen van Look Fantastic. Ah! Dus ik ga die even laten zien. Maar ik ga eerst even een wasje in de wasmachine doen. En dan laat ik jullie het pakket zien. Wow, ik ben echt alle kanten op aan het lopen. Oké, let's go. We hebben weer echt een mega bestelling. Dus ik ga jullie al mijn productjes even laten zien. En dit jaar doet Look Fantastic ook weer mee met de L Smart Shopping Week. En dat betekent dus dat er kortingen oplopen tot wel 33%. En met mijn code SARAVLF krijg je hier bovenop nog eens 11% korting. Dus je hebt gewoon 44% korting. Dus vanaf zaterdag 30 september... van 10 uur 's ochtends tot maandag 12 uur. Dus het hele weekend tijdens L Smart Shopping Weekend kan je dus met mega veel kortingen kopen. Dus zet het in je agenda, deel het met je vrienden, vriendinnen, gebruik de kortingscode en bestel met mega veel kortingen. Dat is heel chill. Oké, dan door naar de producten. Ik heb als eerst een vuil besteld die ik al heb, maar opnieuw. Want ik vind deze gewoon zo chill en ik ben die andere is wel gewoon al heel veel gebruikt. Dus ik heb gewoon weer een nieuwe, 6 kanten heeft. I love that. Gewoon een iets minder, een iets fijnere vuil, een iets grovere. Dan mijn favoriete watjes. Deze verkopen ze alleen op Look Fantastic. Maar deze watjes, ja, zijn super zacht en perfect in formaat. Wat ik zo chill aan vind, is dat het een vakje heeft. Je schuift zo je vingers eronder en dan kan je het gewoon zo lekker schoonmaken. Ja. Ik heb hier weer 2 pakken van ingeslagen. Echt super random, maar dan de Bam Bam Body Scrub. Ik heb dus ook de Bam Bam Body Cream. Mijn scrub was op en toen zag ik deze. Dus dacht ik, misschien is dit ook wel een hele chille scrub. En ik vind dit zo lekker ruiken. Ik ga deze meteen in de douche zetten. De verpakking al echt amazing. Oh, deze ruikt hetzelfde. Wat chill, hé. Hey. Nou, ik ben heel benieuwd hiernaar. Het zal vast wel heel chill zijn. Dan een deo. Een mannen deo. Maar dit was gewoon even een goedkope deo die ik in mijn sporttas wil doen. En ik vind mannen deo gewoon altijd heel lekker ruiken. En deze was gewoon lekker groot en cheap. En ik dacht, nou, gewoon tof voor even lekker in je sporttas. Dus die ga ik in mijn sporttas doen. Dan heb ik deze Cream Wand Trio van Revolution. En dit zijn eigenlijk een soort dupes van de Charlotte Tilbury Contour Creams natuurlijk. En ik heb deze dus uitgetest in een TikTok video. Dus ben je hier benieuwd naar. Ze zijn maar €20 met mijn kortingscode. Maar €15 voor alle drie. Dus ja, ben je er benieuwd naar. Dan moet je even de TikTok checken. Dan heb ik hier, per ongeluk zie ik, 2 keer dit besteld. Maar dit is een wit oogpotlood. En ik vind een wit oogpotlood altijd mooi in de binnenhoek. Ooghoek? De binnenhoek van je oog. De binnenpunt van je ooghoek. Dit doe ik dan gewoon zo hier. Dus die heb ik
besteld. Dan van Molton Brown een bath and shower gel. Molton Brown heeft echt hele lekkere geur. En deze geur ik me heel lekker. Suede Oris. Oh my god. Deze geur is fucking lekker. Super chill in ieder geval. Dus een nieuwe shower gel. En ik heb ook een nieuwe hand soap. Deze geur is ook heel lekker. Dit is de geur Cypress en Sea Fennel. Dus ik dacht wel echt een lekker geurtje voor als handzeep in de badkamer of zo. Of in de keuken, maar ik weet het niet. Want ik heb ook deze handzeep van Aesop besteld. En I love Aesop echt a lot. Ja, deze is ook lekker. Deze doe ik denk ik in de keuken. En dan dit is meer een badkamergeur. Dan ook van Aesop een Aesop. Ik weet echt niet hoe het zegt. Een roll-on deodorant. En deze is zeg maar heel natuurlijk. Met al natuurlijke dingen. Geen alcohol. Dat soort dingen allemaal. En hij ruikt ook nog eens wel lekker. Dus... nou, deze gewoon een beetje meer everyday. Dan deze clipjes. En deze zijn heel handig voor het gebruik van een Dyson. Om je krullen even vast te zetten. Zie ik vaak op TikTok. En volgens mij is het wel chill. Dus ben heel benieuwd naar. Onaplex nummer 3. En dit is een soort masker voordat je je haar gaat wassen. Dus deze doe je in voordat je haar gaat wassen. Kan je bijvoorbeeld ook... nu heb ik een strak staart in. En wat ik dus op TikTok zag is dat mensen gewoon... Oké, het ging even moeilijk open. Maar dat ze dus het haarproduct dan gebruiken als gel. Dus het is gewoon voedend. En dan gebruik je dat gewoon om bijvoorbeeld een sleek bun te maken. En dan is het ook gewoon tegelijk voedend. Maar ook gewoon dat het gewoon sleek naar achter gaat. Dus als ik bijvoorbeeld met zo'n staart heb. Dus nou, helemaal chill. Dus dat heb ik dan nu zo. En dan heb je gewoon een verzorgend product in. Dan heb ik de welbekende Duo wimperlijm. Die was bij mij op. Ik doe niet heel vaak nipwimpers op. Maar als ik ze op heb, dan wel van Duo, met Duo lijm. Dus. En dan heb ik hier een kwastje. Gewoon niet zo heel veel goede oogschaduwkwastjes. En ik ben lately wel meer into de eyeshadow. Oh, wat chill. Deze is van twee kanten zelf. Echt een kleine. Dus dan kan je bijvoorbeeld meer glitters doen. En een wat groter. En dan kan je het meer uitblenden. Dus nou ja. Heb ik hier... curler van Lancôme. Ik heb dus zo'n primer van Yves Saint Laurent. Maar ik dacht, ik wil er eens een keer een ander uitproberen. Dus ik heb nu deze witte van Lancôme. En dan ga ik testen welke beter is. Dus het is een mascara primer. Een nieuwe lipstift. Hier ben ik heel benieuwd naar. Echt een natural roze kleur. Hoop ik dan. Oh, I love de verpakking. Ja, ik heb dus geen make-up op. Dus het gaat er niet uit zien. Maar oh ja, kijk, dit is dus precies wat ik bedoel. Dit is een lippenstiftkleur, wat letterlijk mijn lippenkleur is. Dus het versterkt gewoon je eigen lip. Kijk, ik heb nu alleen de bovenkant gedaan, dus je ziet het bijna niet. Daar was ik precies naar op zoek. Nou, dit vind ik echt heel mooi. Ik heb nog geen make-up, want het ziet er sowieso niet uit. En ik heb deze in de kleur, ik heb deze in de kleur 13. Heel blij mee. En dan als laatst heb ik nog een kwast. Een kabuki brush. Want dat is altijd heel fluffy. Ja, dat voelt precies aan zoals de kwast dat ik wil. So I'm very happy. Ja, sla op. Elsmart Shopping Week. Shop till you grow. Ik ben lekker Friends aan het kijken. Ik heb morgen een event van Rimmel. Dus ik heb helemaal mijn tas ingepakt. En dan ga ik morgen uit werk meteen sporten. En dan klaarmaken op kantoor. En vanuit kantoor daarheen. Want het is best wel dicht bij het kantoor. Dus ik ben benieuwd. Ik ga er met Cecile heen. Wel leuk. Morgen ga ik dus hier op kantoor. Dus ik ben ondertussen ook een beetje de week voor gaan te editen. Ik heb even lekker deken of koffietje gemaakt voor mezelf. We hadden vandaag een HelloFresh recept nagemaakt met oedelnoedels. Niet normaal. Het was zo lekker. Niet normaal. Het is echt een van mijn nieuwe favoriete recepten. En het is zo makkelijk. Ik denk letterlijk binnen 15 minuten klaar. Dus ook wel leuk om misschien een TikTok van te maken. Want echt een super lekker recept. En echt heel snel. Ik ga nu even lekker verder kijken. Ik wil eigenlijk ook Bridgerton gaan kijken. Omdat ik vorige week naar de film Jean de Berry geweest ben. Met Johnny Depp erin dus. Echt een superleuk film. Jullie zien me echt nooit met een bril. Omdat ik dat gewoon echt heel lelijk vind bij mezelf. Lekker chill avondje. I love it. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Goedemorgen. Welkom bij Sarah's vlog. Oké dan. Are you vlogging? Ja. Yeah. I said hi. Hey. Good morning. Oh, you look so swollen. Swollen? Look at your face. You look beautiful. Look at my face. I look like a potato.
Ja, we gaan weer even lekker dagje werken. Een heel drukke dag. Dus, nou, let's go. We have a package. Package arrived. Wat is dit? Voor kerst of zo? Oh nee. Nee, ze willen gewoon een bedankje. Ik hoop echt dat ze weer willen samenwerken. Jezus, wat is het voor inpak? Ik heb de hele tijd mijn broek open. Omdat ik zo goed zit. Het is echt zo'n staapbroek. Hebben jullie ook een staapbroek? Ja, die heb ik. Let me know in the comments. Ik heb ook een staanjurk. Happy 60. Oh, ze bestonden 60 jaar of zo. Oh. Nou, dan geef ze mij een cadeau. Celebrate. Nou, helemaal met de hand geschreven. Ja, dear Sarah, it's birthday time. Bezoek als jullie 60. Oh, dat is echt cute. Helemaal handig. Helemaal. Het zit helemaal dit. Oh, wat leuk. Oh, een hairclip. Always nice. Armbandjes. Yep. Dat is cute. Ja, ja, ja. Oh my god, wat cute. Oh my god, hier zit echt gewoon zo in. Maar dit is toch ook geen armband? Voor Laila. Het is een choker, denk ik. Ja, het is een choker. Voor Laila. Voor Laila. Nee, maar dit kan op zich best vet zijn, hoor. Ja, voor vanavond. Ja, voor vanavond. Ja. Past hier perfect. Pas bij mijn nieuwe Helix. Ik bedoel met deze, kijk. Oh ja. Ik kan nice. Het wel ook. Nou, bisous Brigitte. Wat aardig van jou. Oh, nog meer. Oorbelletjes. Ah. Nou, meiden, helemaal geweldig. Nou guys, we hebben lekker gesport en ik heb hem nu helemaal klaargemaakt voor het Rainbow London event. We zijn gezellig live gegaan op TikTok, was zo fucking leuk. Dus, Inception. Oké, we gaan lopen. Laten we dit hier zo achter. Ja, we gaan straks opruimen, we hebben nu geen tijdzaak. Oké, maar hebben we alles? Wacht even. Ik heb alles. Sleutel, telefoon. Er zit hier even nog een heel erg contourstreep. Ga maar nu kijken. Ik geloof je. Ik zie het ook. Maar het is daar donker. Nou, ik lijk een soort op Nanny McPhee. Ik wil echt niet gestrest zijn. Mijn businesspartner heet ook Merel. Ik dacht even dat Merel was. Oh, ik ben met mijn schatje. Zo gezellig. Ja, nou, op een moment. Oh, echt? Oh, die is zo tof. Ja. I love it. Ik heb die ook. En we gaan nu hier op een foto. Ik weet nooit wat ik moet doen bij deze dingen. Nee, ik ook. Ik ben terug van het event. Het was echt helemaal gezellig. Leuk om iedereen weer gezien en gesproken te hebben. Ik ben helemaal verliefd op een nieuwe lipstift. Echt, moet ik echt vaker dragen. Hoe leuk is dit? En deze top heb ik ook alweer helemaal heruitgevonden. Maar ik ging dus vanavond heel veel live op TikTok. En ik vond het zo fucking leuk. Ik ga dit echt vaker doen. Ik vond het zo leuk. Het was gewoon net als ik gewoon op een soort FaceTime gesprek met jullie was. Ja, super leuk om jullie natuurlijk gewoon te spreken. Want... ja, ik heb nooit echt direct contact met jullie of zo. En dat vond ik gewoon echt heel leuk. Misschien ga ik zo meteen wel gewoon weer live, weet je, boeien. Dus ja, volg je me nog niet op TikTok? Dat is @sarahverwoerd. En dan ga je dus zien als ik live ga. Dus dat is helemaal leuk natuurlijk. Ik heb ook hele leuke foto's gemaakt, want ik ben helemaal flikkie natuurlijk. Dus ik ga er nu even naar kijken. En even wat leuks uitzoeken. En ik moet een powerbank kopen. Want ik moet echt een powerbank hebben gewoon. Hebben jullie misschien suggesties voor een goede powerbank? Morgen, want het is vandaag woensdag.
Ik ga een sportlesje doen om 8 uur en ik heb nu al spijt, maar we gaan ervoor. Nou guys, ik ben gezellig met... Oh, hi! Ik was even aan het kijken of het geluid wel goed is. Ja. Oh ja, is het goed? Ik ga stuk hoe ik daar zit als zo'n hoe zit ik daar? Ik zit zo in die stoel. Oh, maar is het wel goed? Ja, ja, ja. Oké. Want we hebben van die hele coole microfoons. Cool. We hebben dus allebei, zijn we een McDonald's mukbang aan het opnemen. Dat is warm, hè? Steeds. Ja. Maar we hebben ook geen servet. We gaan straks extra vragen naar servetje. Extra servet. Want oh, maar we moeten dus nu wel even wachten totdat er überhaupt iemand in de McDrive is. Oh ja, want we zouden toch... Oh. Want we gaan bestelling... Hoe noem je dat? Dezelfde bestelling als de persoon voor ons, ja. Ja, doen. Ja. Jij mag echt het woord doen. Ik ga echt daaronder schuilen, zodat niemand mij ziet. Want ik vind dat zo gênant. Ja? Vind je dat erg? Oh ja, ik heb echt dikke scheid aan. Ja, meid, dat krijg je als je zo jong bent. Ja. Ja, waarschijnlijk. Maar ik heb ook heel vaak dat mensen achter bij de McDonald's mij herkennen. Ja, ja, omdat jij leeft in de McDonald's drive. En ik zie jouw mukbangs voorbij vliegen. Eén na de ander. Ja, het is echt... I love it. Maar heerlijk. Ja, dus nou, dat was hem. Doei! Nou meiden, het was helemaal gezellig met Christina. We hebben twee hele leuke mukbangs opgenomen. Bij één dus een challenge dat we de persoon voor ons zelf de bestelling hadden. En het was echt fucking grappig, want die McDonald's medewerker begreep er helemaal niks van. En we hebben dus één gewoon normale mukbang waar we gewoon lekker aan het kletsen zijn. En ik ga nu onderweg naar huis. Of in ieder geval, ik ga naar Stan rijden. Want ik ga naar hem toe. Super gezellig. En morgen wordt mijn auto namelijk gekeurd door zijn opa. En ik heb ook lekker McDonald's voor Stan. Nou, hoe leuk ben ik. Doei. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Ik werk even een ochtendje thuis vanuit Stan. Even een koffietje zetten, very much needed. Ik ga vanavond uit eten, gezellig met Floor. En ik moet vanmiddag even mijn auto ophalen, want het is naar de APK-keuring geweest. Dus helemaal chill. Fuck, er is geen melk meer. Dan moet ik nu eerst even melk gaan halen. Hallo allemaal, het is inmiddels 5:15. Ik heb me helemaal opgemaakt. Ik heb mijn haarstijl weer in. Oh, ik heb dit elke dag in. Maar dat komt omdat ik mijn wenkbrauwen niet nat mag hebben. Doordat ik ze heb getatoeëerd vorige week. Dus daarom probeer ik het zoveel mogelijk uit te stellen. Om niet mijn haar te wassen. Maar morgen moet ik wel echt mijn haar gaan wassen hoor. Want nu kan het echt niet meer. Maar ik ga lekker gezellig uit eten met Floor. Helemaal zin in. En ik heb weer een beetje last van hartklopping en zo. En ik weet niet waar het vandaan komt. Erg vervelend. Maar we gaan gewoon even lekker rustig aan. Doei. Hi guys, we zijn in het restaurant. Het ziet er echt super mooi uit. En volgens mij is het eten heel lekker. Ik ben met mijn schat, Floortje. Echt tijdens de live net 100 keer. Met wie ga je het eten? Wie ga je het eten? Wie is Floor? Wie is Floor? Floor gaat vreemd. Ik ga vreemd. Wie de fuck verzint dat? Maar wat is dat ook voor antwoord? Nee. Of naar... Nou. Gaat het goed? Ja. We zijn dus hier. Dido. 34. En ze hebben allemaal lekkere hapjes. Dus ik ben heel benieuwd. Helemaal lekker. Meiden, we zijn hier aan het eten. En het is zo lekker allemaal. We zijn echt helemaal aan het genieten. We hebben hier nog een soort ribs. Een soort ribby steak. We hebben gewoon allemaal bites genomen. En dat zijn we gewoon lekker gaan sharen. Ik hou echt van share dining. Want ik wil altijd van alles een hapje proeven. Ja, ik ook. Ja. En niet dat je teleurgesteld bent dat je het hoofdgerecht niet tegenvalt. Want ik ben heel moeilijk. Ik kan geen keuzes maken. Dan ben ik altijd bang dat ik het verkeerde kies. Maar dit is zo mals. Dat is normaal. Ook dat sausje erbij. Ja, rode wijnsaus volgens mij. Stond er iets pittig. Was nou? Met appel. Appel, peper, chutney en rode wijnsaus. Heel lekker. Je hebt allemaal echt een soort smaaksensatie. Nu moet daar ze me echt aan te kijken alsof ik... Helemaal gek ben. Helemaal gezond. Ja, maar het is echt crazy lifestyle. Ja. Kun je er een calamaris proeven? Ja. Om een glas of jar te yes. Can I also have one? Zuipen. Ik neem ook even een glaasje char. Lekker. Ik vind dus duidelijk geen informatie. De camera's altijd smeren. Nou jongens, hij is heel lekker.
Dat is allemaal goed. Mm. Zo, die aioli is ook lekker. Ja, niet normaal. Mm. Zo, ik heb echt 3 dagen niet meer te eten hier. Zo. Niet ook. Gisteren McDonald's mukbang, nu weer dit. Ik groei echt dicht. Maar het is echt wel lekker. Mm. Ik heb toch heel vaak met de calamaris dat het soort van... Ja. Dat plastic-achtig gevoel geeft. Dat het echt dat je hem zo bijt en dan trek je... Ja, hele... dat heeft het helemaal niet. En dus zo'n lekker klein bijtje. Ja. Gewoon zo'n lekker klein is die. Ja. Yum yum. Wij kunnen helemaal een soort food-experts worden. We moeten gewoon lekker voor het parool of zo. Ja. En nu zijn we echt in Rotterdam. Ja. Zo, maar gewoon van die reviews. Ja. Zijn lijkt me zo leuk. Ja. Nou guys, ik ben nu weer thuis in Amsterdam. Ik hou echt zo erg van... car nights in de evening, lekker muziek luisteren, lekker viben. Het is helemaal mijn ding. Het regent alleen wel echt hand toe hard, dus ik ga echt mijn huis inrennen. Goedemorgen allemaal, ik ben met Maxter. We zijn even lekker in de Hoeksen. We gaan hier werken en we hebben net gesport. Hoe goed bezig zijn wij? 5 om 8 uur 6, hè? Ja. Yay, ik ga nu dicht staan zetten. Lekker koffie, lekker. Oh, dit is echt zo groot, hè? Ja, dit is echt groot. Zo'n swimming pool. Good soup. Good soup. Nou, ik ben gezellig met Cecily. Hallo. In het Fox Hotel. Hier hebben we zo'n amazing en we hebben lekker... Ik vind het wel een beetje kariger. Nou ja, het is vooral veel chips of zo. Ja, ik weet het niet. Het is gewoon, ja, simpel. Maar ja, nee. Nou, daar kan ik tegenlicht op jij. Ja. Maar ik dacht meer dat ik zelf gemaakt heb tortillas zou zijn. Zo'n zo'n zak. Ja. Hallo, 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 hallo. Het is inmiddels 6:15. Ik had vandaag dus een meeting, die duurde super lang, maar was wel heel chill. Daarna ben ik meteen naar huis gegaan, heb ik mijn spullen gepakt. Ik heb echt 20.000 spullen mee, want ik heb morgen dus een bruiloft van mijn neef. Dus wel echt super leuk. Ik haat het echt om spullen in te pakken en zo ver vooruit te plannen. En oh my god, ik sla gewoon af. Dat gebeurt mij nooit. En al die spullen mee te nemen. Ja, ja, ja. Jezus, hoe rustig gaan allemaal. Huh, wat is dit nou weer? Wat is het hier raar? We hebben net gezellig gegeten bij Stans over Nul. Zijn dat op jouw broeken? Ja. Ik moet ze ook nog pasten. Zijn een pakketje binnengekomen? Ik weet helemaal niet wat dat is. Ik ook niet. Ik ga even kijken. Lekker, lekker gegeten, hè? Jouw opa was gezellig. Hey guys, hallo. Het is vandaag zaterdag. Ik heb vandaag een bruiloft van mijn neef. Oh my god, ik heb gevallen. En ik heb echt fucking veel spullen mee. Omdat ik nog niet weet wat ik aan moet. Ik heb net even mijn nicht opgemaakt. Die is er al heen, want wij zijn alleen avondgasten. Douchen, mijn haartjes wassen. Weet ik het al. En even outfitjes proberen. Nou jongens, ik heb me helemaal klaargemaakt voor de bruiloft van vanavond. Ik heb lekker make-upje op gedaan en ik heb uiteindelijk toch voor deze jurk gekozen. Want jullie zaten allemaal op die live dat ik niet wit aan mocht naar een bruiloft. Maar het was eigenlijk alleen een wit topje, gewoon een gekleurde broek. Dus ik knapte het eigenlijk niet helemaal. Maar toch deze jurk geworden. En deze heeft echt een super mooie open rug. Dus dat vind ik helemaal leuker aan. En ik doe nog witte hakken aan, maar ik heb die slippers. Nou, helemaal zin in. Opgebrand tegen de tijd. Ja, jullie zijn al opgebrand. Ja, jullie zijn al
jullie mogen beginnen. Even wachten, nog eens de laatste. Ja! Ik stond met mijn heel veel. Hé, die bij mij is op de helft. Wacht, we zijn filmen. Hey Roy! Oh, you say best. Kijk hoe ze erbij gaat. Hallo allemaal! Het is nacht zondag. Ben hier met de allerleukste jongen van heel de wereld. Ik hoef niet erop. Oké. En we hebben lekker sushi besteld. Dus we gaan lekker sushi eten. Ik ga even voor jullie unboxen. Hey, we hebben er iets bij gekregen. Iets warms. Aww. Thank you. Dat is zo lief. Dat vind ik echt leuk. En we hebben dus 1 plus 1 sushi. En dat is zo chill in Amsterdam. Uber Eats heb je altijd 1 plus 1 acties. Dus we hebben nu gewoon 1 heel zo'n box. Voor onszelf. En dan 1 plus 1. Heb je zo'n hele box voor onszelf? Ja. Niet. Wel. Is toch lekker? Wat is veel. Nou, wij lekker nog maar. Oké. Okay. En dan hoef je dus maar 1 box te betalen. Dus ja, dat scheelt. Moet even sojabakje. Saus. Sojasaus. Sauce. Zin in? Ja, jij? Ja. Doe je. Lief allemaal, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je het leuk vond. Mij te volgen op YouTube, TikTok, Instagram. Allemaal hetzelfde voor je kon hier beneden abonneren. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...